Op Hemelvaartsdag was het de Nationale Stoomtreindag. En die werd groots gevierd bij de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. De VSM begon die dag al vroeg met rijden. Niet alleen stoomtreinen kwamen in actie, ook een diesellocomotief mocht weer even de baan op. Hier het vertrek van de 2203 uit Beekbergen met een goederentrein richting Loenen. De VSM heeft ook een grote collectie goederenwagons opgebouwd. De stoomlocomotieven van de bouwrijen 23 waren bedoeld voor reizigerstreinen van de Deutsche Bundesbahn. Vanaf 1950 zijn er 105 exemplaren van deze nieuw ontworpen serie gebouwd. Het was dan ook de laatste serie stoomlocomotieven voor de DB. De VSM heeft er twee. De 23076 trok onze trein naar Loenen. Daar werd kop gemaakt om weer terug te rijden naar Beekbergen.